Breda Nu. Je weet het meteen. We zijn hier bij Streetball Masters Breda, bij Sporthal de Doelen. En we zijn 3 tegen 3 aan het spelen. Het is een voorronde van het Nederlands kampioenschap. Met 3 tegen 3? Ja, klopt. Ja. Het is een variant van basketbal. Je hebt natuurlijk 5 tegen 5, wat al bekend is. Ja. Maar 3 tegen 3 is ook heel erg opkomend. Je speelt dus logischerwijs met z'n drieën tegen elkaar op een half veld op één basket. Maar ik zie best wel veel lichamelijk contact voor basketballers. Ja, klopt. Dat is, komt natuurlijk 3 tegen 3 komt van de streetball, van de straat. Dus daar heb je al vaak wat meer fysiek spel en dat wordt ook hier toegestaan. Het is een landelijke tour, dus we hebben 12 verschillende voorrondes. Dit is alweer de 5e voorronde dat we doen. Dus we hebben elk weekend vanaf nu hebben we ook nog voorrondes lopen tot en met 22 juli. 23 juli, dat zijn finales in Amsterdam. Is het nou dus mogelijk dat als u iemand hier in Breda oppikt als talent dat hij mee naar China gaat, of overdrijf ik? Nee, in principe is de selectie natuurlijk open. We hebben natuurlijk wel de beste talenten wel in een bepaalde pool gebracht. Daar trainen we nu mee. Nou, ik hoop dat ik niemand heb gemist. Oké, okay. Nou, hoe vindt u het in Breda specifiek? Dit is geweldig. Hoe het voor elkaar. Het is echt heel goed aangekleed. Muziek wordt gedraaid. Kijk hoe druk het is. Ik bedoel, het is niet normaal. Het leeft enorm natuurlijk ook de 3 tegen 3 basketbal. Maar hoe zij het helemaal indoor hebben gedaan, omdat het weer misschien een beetje tegen zit. Ja, applaus. Echt heel goed gedaan. Hey, hoe heet jij? Tessa. En jij speelt bij de Barons? Ja, klopt. Ik hoor dat je ook nog geselecteerd bent. Ja, voor het Nederlands team. Voor het Nederlands team? Ja, voor selectie. En wat houdt dat verder in? Nou, dan moet je gewoon iedere zondag trainen met U15 voor een toernooi in Denemarken. Het gaat er behoorlijk tegenaan, hè, lichaam? Ja, dat klopt. Ja, zeker. En heb je nou dus voordeel, net zoals jij, als je fysiek, als je langer bent? Ja, als je buiten speelt normaal meestal wel. Maar hier heb je natuurlijk ook heel veel schutters. En dan maakt lengte minder uit. En heb je sterke tegenstanders? Ja, we moeten zo meteen de finale spelen tegen team uit Werkendam. Spelen we ook tegen de competitie. Dus dat gaat een leuke partij worden.